Goedemiddag allemaal. Bedankt voor jullie aanwezigheid eerst en vooral. Ik ga hier eventjes nog mijn scherm proberen te delen. Ziezo, en dan zouden jullie ook allemaal mijn presentatie moeten kunnen zien. Voilà, goedemiddag dus nogmaals. Ik ben Wouter Wathens. Ik ben de managing partner van Arinti. Arinti, om heel eventjes kort voor te stellen, is een Applied Artificial Intelligence Solution Provider. Ik ga dit eventjes wegklikken, want dat is waarschijnlijk vervelend voor jullie. Wij ontwikkelen met andere woorden data-gedreven en AI-gedreven applicaties voor klanten in verschillende sectoren. Wij doen dat met een team van 12 mensen. Data scientists, AI-engineers, statistici en software developers, omdat we echt wel totaaloplossingen proberen neer te zetten. Dus we zijn er ons van bewust dat klanten niet geholpen zijn met een model of een algoritme, maar dat we echt tools voor hen moeten ontwikkelen. Wat doen wij? Dat is de laatste slide die over ons gaat. Eerst en vooral uiteraard, ja, zoals reeds gezegd, op maat gemaakte data science en machine learning projecten, waar wij heel vaak gebruik maken van het Microsoft-platform als onderliggende infrastructuur. Maar omdat we dat platform ook beter en beter zijn leren kennen de laatste jaren, ontwikkelen wij ook oplossingen die gebaseerd zijn op bepaalde componenten die Microsoft aanbiedt in die data en in die AI-sfeer, waar wij dan als basis mee aan de slag gaan om echt een oplossing voor een klant te kunnen neerzetten. Daarnaast, uiteraard, zijn we ook bezig met een stukje data engineering, dus ervoor zorgen dat die data bruikbaar wordt voor het ontwikkelen van AI-applicaties. En tot slot zijn er ook klanten van ons die zelf een stukje die competenties willen gaan opbouwen. Dus ook daar komen wij aan tegemoet met een opleidingsaanbod. Dit zijn een aantal van onze klanten. Dit is een beetje de slide die in mijn presentatie ziet om mijn verhaal wat geloofwaardigheid te geven. Om ook voor jullie duidelijk te maken ja, welk type organisaties eigenlijk vandaag toch al aan de slag is met artificial intelligence of data science. Nu, wat is artificiële intelligentie? En ik snap dat al misschien een beetje een binnenkomer is, maar ik wou het daar toch heel kort over hebben, omdat ik merk in prospectiegesprekken en bij onze klanten dat daar toch nog wel wat misvattingen over bestaan. Nu, voor ons, Arinti, wij beschouwen AI als de ontwikkeling van computersystemen die een stukje menselijke vaardigheden zullen nabootsen. Ze doen dat overtuigender en overtuigender. Ze worden daar beter en beter in. Maar het blijven uiteindelijk nog steeds ja, mensgedreven toepassingen. Nu, er zijn verschillende vormen van artificiële intelligentie vandaag. Er is niet zoiets als één AI, het soort general AI, waarover gesproken wordt op het nieuws bijvoorbeeld of in de media. Ook de beelden die we zien als we denken over artificial intelligence, dat zijn heel vaak beelden van Terminator of dat soort films. Dat is er vandaag echt nog niet. Hè. Dus dat is general AI dat in staat zou zijn om zichzelf nieuwe vaardigheden en toepassingen aan te leren. Dat bestaat echt nog niet. Wat er wel is vandaag, is wat wij narrow AI noemen. En dat zijn verschillende vormen van artificiële intelligentie die ja, binnen bepaalde domeinen en binnen bepaalde competenties die wij als mensen hebben, heel sterk zijn en heel goed zijn, maar toch eerder aanvullend zullen werken op ja, een stukje die menselijke competenties. Nu, wat is volgens ons de rol van artificial intelligence in customer experience? Dat is waar ik het de komende, even kijken, 25 minuutjes nog met jullie over zal hebben. Het citaat op die slide, by 2025, 95% van alle klantinteracties zullen tegen dan ondersteund worden door een of andere vorm van artificiële intelligentie, is een citaat van de CEO van Microsoft. Dus dat is niet de minste. En het is wel duidelijk dat er een sterk toepassingsgebied is van artificial intelligence binnen alles wat met de klantenervaring te maken heeft. Nu, vooraleer dat we daarop inzoomen, en ik wil er toch wel op benadrukken dat de rest van de presentatie heel veel praktijkvoorbeelden zullen zijn, en ook gaan een stukje toelichten waar dat wij mogelijkheden zien binnen customer experience, wou ik jullie toch heel kort ook even informeren van ja, hoe kan ik daar nu binnen mijn organisatie mee aan de slag gaan? Want dat is een vraag die we
regelmatig krijgen. AI, het is een buzzword, het is, ja, het is iets heel nieuw. Voor heel veel bedrijven is het niet echt heel concreet. Wat kan het nu voor ons gaan betekenen? Laat staan, hoe gaan we ermee aan de slag? Wat zijn de dingen die wij nodig hebben om met artificial intelligence iets te kunnen gaan doen? Wel, ik denk de allereerste stap, en waarschijnlijk ook de belangrijkste stap, is om jezelf te gaan informeren over wat het kan betekenen voor u. Wat het juist is. Wat is unsupervised learning, supervised learning, machine learning, deep learning? Wat zijn al die modellen waarover zoveel gesproken wordt? Ja, in het Engels zeggen ze dan educate yourself. Ontwikkel en informeer uzelf. Om ook in volgende stappen van die AI-reis een geïnformeerde beslissing te kunnen maken. Er zijn ook gratis manieren om dat te doen. Je hoeft daarvoor niet naar de universiteit te gaan. Bijvoorbeeld Agoria biedt op dit moment ook een AI in business cursus aan. Dat is een cursus van, ik denk, een achttal uur. Heel goede cursus ook trouwens. Ik heb hem zelf gevolgd. En dat kan zeker en vast al een eerste stap zijn om, zoals ik zeg, uzelf een stukje kennis bij te brengen om van start te kunnen gaan met die AI-journey voor uw organisatie of uw onderneming. Een volgende stap is dan om te gaan kijken echt naar die business cases. Wat zijn nu de dingen die wij willen gaan aanpakken aan de hand van data of AI? Uiteraard moet je die zaken gaan aligneren op de overall strategie van uw bedrijf. En het vertaal daarvan naar concrete AI-cases is iets wat wij bijvoorbeeld doen aan de hand van AI Discovery Sessions. Dat is ook iets dat wij aanbieden in samenwerking met Agoria. Maar er zijn ongetwijfeld op de markt ook andere spelers die dat soort Discovery Workshop of Discovery Sessions kunnen aanbieden. Een volgende stap is uiteraard om de haalbaarheid van die ideeën te gaan aftoetsen bij experts, mensen met praktijkervaring. Hoeven vooral duidelijkheid geen mensen te zijn die al eens exact hetzelfde gedaan hebben voor een van uw concurrenten. Integendeel, ik zou zelfs zeggen, een out-of-the-box approach en een frisse kijk naar uw ideeën kan ook zeker en vast helpen om te kijken van, ja, zijn er misschien vanuit andere sectoren of andere businesses zaken die we hier kunnen gaan hergebruiken om het probleem of de opportuniteit binnen uw organisatie te gaan aanpakken aan de hand van artificial intelligence of data science. In de volgende stap ga je uiteraard op zoek naar een partner. Als je zelf ervoor kiest om die technische vaardigheden niet te gaan opbouwen. Maar ook wij bijvoorbeeld werken regelmatig met organisaties en bedrijven waar twee teams elkaar kunnen aanvullen. Dus waar bijvoorbeeld een stukje interne competenties worden opgebouwd en waar dan aanvullende capaciteit wordt gezocht in een partner zoals wij. Dat kan uiteraard ook perfect. Ook als je gaat kijken naar de benodigde systemen en data, dat is het laatste puntje wat ik daarover nog wou zeggen rond die basisvereisten, dan is dat heel afhankelijk van de use case of de business case die we samen gaan identificeren of die je samen met een partner identificeert. Maar over het algemeen kunnen we zeker vast wel zeggen dat AI, artificial intelligence, toch wel de voorkeur geeft aan cloud-infrastructuur. Waarom? Omdat dat heel vaak ook kostenefficiënter is. Omdat de rekenkracht op die cloud-infrastructuur ook veel groter is dan dat u die infrastructuur zelf lokaal zou gaan opbouwen. En dat doorgaans, maar er zijn zeker en vast uitzonderingen. AI-systemen houden van veel data. Dat is wat we big data noemen. Maar er zijn zeker en vast ook toepassingen, AI-toepassingen, mogelijk waar minder data, small data, kan gebruikt worden om die systemen te gaan trainen en ontwikkelen. Ik hoop dat dat alvast een goed beeld geeft van hoe kunnen we daar nu misschien zelf mee aan de slag gaan. Voor bedrijven die al een eerste stap hebben gezet in hun AI-journey, is het waarschijnlijk een stukje herhaling. Maar ik vond het toch belangrijk om dat ook hier eventjes te duiden. Nu, wat is in een nutshell de rol van AI in customer experience? Volgens ons gaat het, of zorgt het vandaag al, het gaat er niet voor zorgen, maar zorgt het vandaag al voor een intelligentere en beter geïnformeerde klantervaring. Net omdat u als organisatie uw klant ook beter leert kennen door AI heel vaak. Ook customer journeys gaan volgens ons geïntegreerder en gepersonaliseerder worden doorheen de verschillende kanalen waar u actief bent met uw klanten. En heel vaak
Bijvoorbeeld door toepassing van conversational AI, chatbots en voicebots bijvoorbeeld, zal de klantervaring ook natuurlijker gaan aanvoelen. Als je je klant beter kent, op het juiste moment de juiste boodschap kan geven, ja, dan gaat het gesprek ook voor die klant een stuk natuurlijker aanvoelen gaat het ook voor hem aanvoelen alsof dat u hem beter begrijpt en beter op zijn noden kan gaan inspelen. Een aantal best-in-class voorbeelden om toch aan te tonen hoe de grotere spelers het vandaag doen. Ik denk dat Netflix er met kop en schouders bovenuit steekt voor alles wat met recommendation engines te maken heeft, aanbevelingsmechanismen. Recommendation engine is eigenlijk een vorm van artificiële intelligentie die heel doelgericht bepaalde zaken gaat aanbevelen naar een klant of een consument. Nu, in een context van bijvoorbeeld een Amazon of een webwinkel is het heel duidelijk. Daar gaat het over het aanbevelen van producten op basis van bijvoorbeeld historisch koopgedrag van uw klant of op basis van koopgedrag van gelijkaardige soorten profielen. Blanke mannen van tussen de 30 en de 35 jaar die recent een grasmachine hebben gekocht, die zullen naar alle waarschijnlijkheid x aantal maanden daarna ook onderhoudsproducten gelinkt aan die grasmachine kopen. En dat zijn heel eenvoudige recommendation engines. Netflix gaat daar eigenlijk nog een stap verder in. Dus bij Netflix, heel weinig mensen weten dat, maar zelfs het homescreen dat u ziet op Netflix, uiteraard die top picks en die trending now, et cetera, dat zijn recommendation engines. Maar ze gaan daar nog veel verder in. Dus bijvoorbeeld de afbeelding die ik hier zie voor Breaking Bad is een andere afbeelding dan bijvoorbeeld mijn vrouw met een apart Netflix-account zou zien. Of iemand die totaal andere series gezien heeft in het verleden, zal hier een andere foto zien. Bijvoorbeeld, hier bij New Girl, bij mij is dat een foto van twee mannen. Waarschijnlijk New Girl, ik kan mij voorstellen, ik ken de serie niet, dat een serie is voor eerder pubers of jonge meisjes, jonge vrouwen. Ik weet het niet, ik ken het echt niet. Maar waarschijnlijk als mijn nichtje van 18 jaar een recommendation zou krijgen van Netflix om naar New Girl te kijken, dan zal die afbeelding er in haar geval anders uitzien. Hetzelfde doet Netflix ook met hun trailers bijvoorbeeld. Dus zij laten de trailer zien voor een bepaalde serie of een bepaalde film die het best aansluit bij historisch kijkgedrag. Als ik in het verleden veel gewelddadige films heb gezien, dan zal ik voor een nieuwe serie of een nieuwe film ook een trailer te zien krijgen waar meer gewelddadige scènes in te zien zijn dan bijvoorbeeld de romantische scènes die evenzeer in die film of in die serie zouden kunnen voorkomen. Netflix gaat echt ongelooflijk ver in hun recommendations en gebruikt ook quasi al het gedrag van hun kijkers dat zij kunnen gebruiken om die recommendation engines zo doeltreffend mogelijk te maken. Dus hoe lang heb je naar een bepaalde trailer gekeken? Hoe snel ben je doorgezapt naar de trailer van de volgende aanbeveling? Aandachtsspannen bijvoorbeeld, dat soort zaken wordt bij Netflix allemaal gebruikt om een zo gepersonaliseerd mogelijke ervaring aan jouw klant te bieden. Amazon, ik heb ze daar net al vermeld, is ook heel sterk op vlak van aanbevelingsengines. Meer dan 35% van hun omzet wordt blijkbaar gegenereerd via die recommendation engines. Bij Facebook en Google gebruiken ze ook deep learning om te bepalen welke advertenties en welke posts worden getoond aan welke gebruiker. Dus ook daar proberen ze een zo gepersonaliseerd mogelijke ervaring te brengen. En dan vond ik het toch belangrijk om ook een Belgisch voorbeeld te vermelden. Ik vind het is altijd leuk om over de grenzen te gaan kijken naar wat doen de grote reuzen. En dat is altijd een stukje inspirerend. Maar ik vind het toch belangrijk om ook over onze eigen sterktes te spreken. We hebben onlangs bijvoorbeeld samengewerkt met een bedrijf, AdRelevance, die software hebben gemaakt. We hebben hun geholpen bij de AI-component binnen die software. En die software vertaalt eigenlijk het klikgedrag en het online gedrag van jouw klant of jouw toekomstige klant naar een persoonlijkheidstype. En op basis van dat persoonlijkheidstype zal die klant bepaalde banners te zien krijgen op websites. Dus bijvoorbeeld AdRelevance wordt nu reeds gebruikt
op een aantal grote IMO-websites en op websites voor het kopen van tweedehandswagens. Dus bijvoorbeeld als ik een artikel lees op het laatste nieuws, dan krijg ik een andere banner te zien van pakweg IMO-Vlam dan iemand met een ander persoonlijkheidstype. Dus AdRelevance slaagt er enorm goed in om die persoonlijkheidstypes te gaan vertalen naar heel gepersonaliseerde campagnes en banners om opnieuw op het juiste moment het juiste publiek te kunnen gaan targeten. Vooral duidelijkheid, ik heb geen aandelen bij AdRelevance. Ik heb er ook absoluut niks aan als jullie hen zouden contacteren. Maar ik vond het toch zeker en vast de moeite waard om ook even een lokaal voorbeeld te geven van die best-in-class spelers op de markt. Nu, dit is een domein waar jullie zich waarschijnlijk veel beter in voelen dan ik. Hè. Customer acquisition, customer retention, customer growth. Dat zijn dingen die ik wel ken, maar zeker niet zo doorgedreven als jullie. Wat ik daarover wil vertellen is de rol die artificial intelligence kan spelen in die verschillende fases van het aantrekken, bijhouden en hopelijk ook laten groeien van een klant. En dus in de eerste fase van customer acquisition kan je zeker en vast artificial intelligence gaan gebruiken om klantprofielen op te stellen doorheen de verschillende touchpoints in het aankooppad. Dus een klant vandaag die ziet vanmiddag een advertentie van jullie op zijn Instagram feed. Vanavond doet hij zijn Facebook Messenger pagina open, ziet hij een andere banner van jullie verschijnen, wordt hij toch geprikkeld door de inhoud, die klikt daarop door, komt op jullie website terecht, beslist om morgen die website te gaan doorpluizen van op zijn laptop. Wel, die verschillende touchpoints op de verschillende kanalen samenbrengen en koppelen tot één geïntegreerd profiel, zeg maar, van een klant is iets waar artificial intelligence zeker en vast een rol in kan gaan spelen. Over de gepersonaliseerde campagnes en advertenties heb ik daar net al iets verteld. Maar waar AI ook een rol in kan spelen, bijvoorbeeld, is ook van klanten die je minder goed kent. Of klanten die je minder goed kent, toch een gepersonaliseerde ervaring aanbieden om de weinige data die je dan van die klanten of prospecten hebt, te gaan gebruiken om klantenclusters te maken. Of binnen heel grote, ongestructureerde datasets ook bepaalde klantensegmentatie te kunnen gaan doen en dat voor een stuk te gaan automatiseren en opnieuw te gaan koppelen aan de juiste boodschap op het juiste moment. Volgens ons gaat AI er absoluut voor zorgen dat op die manier het acquisitiebudget, wat dat je moet gaan uitgeven om een klant binnen te halen, om dat ook drastisch te gaan verminderen en om dat ook te kunnen gaan richten op de mensen waar de koopkans op dit moment het grootste is, natuurlijk. In een customer retention fase, als het gaat over iemand die reeds een aankoop bij jou gedaan heeft, maar die je een stukje wil gaan cross-sellen, upsellen, ervoor zorgen dat hij een trouwe klant van jou blijft, kan artificial intelligence volgens ons ook zeker vast een rol gaan spelen. Data zoals het meten van de hoeveelheid gebruikersactiviteit of hoe vaak een klant jouw product nog gebruikt. Dat is data die zeker en vast kan gebruikt worden om modellen te gaan trainen rond customer churn, dus het verloop van klanten. Om zo sneller ook bepaalde acties te kunnen gaan triggeren als je merkt van tja, dat is nu toch een klant die minder tevreden is. Bijvoorbeeld in de bancaire sector, dat is een praktijkvoorbeeld waar we zelf aan hebben mogen meewerken. Hoe vaak iemand zijn mobile banking app checkt en de verrichtingen die hij daarop doet, dat vertelt iets over hoe intensief iemand jouw bancair product nog gebruikt. Ik spreek voor mezelf, ik heb een rekening bij bank A, ik heb een spaarrekening bij bank B. Het enige wat ik bij bank B op dit moment nog doe, is een stukje een spaarpotje bijhouden voor mijn zoontje. Hoewel ik van hen nog steeds reclame krijg voor autoverzekeringen bijvoorbeeld, en hun al meermaals gezegd heb dat ik met een bedrijfswagen rijd, dat ik ook bij hun interessante voorwaarden zou kunnen krijgen voor een zichtrekening, et cetera. Dat zijn zaken waar wij denken van, goed, als je dat soort gedrag in kaart kan brengen, data-gedreven in kaart kan brengen, bedoel ik dan, dan kan je er ook voor zorgen dat die klant interessantere boodschappen krijgt en niet zomaar terechtkomt in
de bulk van communicatie waar hij eigenlijk heel weinig aan heeft. Dus moesten zij er beter mee omgaan met de data die zij van mij hebben, ja, dan zou ik misschien wel een belangrijkere klant voor hen kunnen worden door ook bijkomende services te gaan gebruiken waar ik vandaag nog niet van op de hoogte ben. Ook een stukje geautomatiseerde vorm van klantondersteuning, dat zien we meer en meer, om het hoge woord chatbots toch maar niet te noemen. Dat zijn systemen die meer en meer aan belang winnen, merken we ook aan de projecten die wij doen voor onze klanten. Dan in het customer growth verhaal, hè, als je hopelijk een loyale klant hebt uitgebouwd en die nog verder wil laten groeien, ook daar, ik zei het daar in het al, kan AI en data over het algemeen zeker en vast een belangrijke rol gaan spelen. Hè. Ik gaf daar straks al het voorbeeld van dat grasmachine. Ik weet het, het lijkt een heel banaal voorbeeld, maar dat soort zaken kan je natuurlijk alleen maar gaan doen als je die data op de juiste manier gaat gebruiken. En als je daar bijvoorbeeld die aanbevelingsalgoritmen mee gaat, gaat ontwikkelen, om op het juiste moment ook de juiste aanbevelingen te kunnen doen. Ook hier, als je minder data van een bepaalde klant hebt, kan je alsnog zeer interessante dingen gaan doen. Dus je kan kijken naar items die heel vaak samen zijn gekocht, klanten met een gelijkaardig profiel, die ook dit product kochten waar jij mogelijk in geïnteresseerd bent. Hier gaat het hem er natuurlijk vooral op om een goede balans te vinden, tussen hoe vaak je iemand benadert met dat soort suggesties en hoe vaak die persoon effectief koopt bij jou. Het mag zeker niet zo zijn dat je er maar op los aanbeveelt, zonder dat een klant ook een stukje koopgedrag vertoont natuurlijk. En ook dat, die nuances en die kleine verschillen in het gedrag van klanten, kan je aan de hand van artificial intelligence, en uiteraard ligt daar data aan de grondslag, beter gaan aanvoelen en een stuk ook geautomatiseerd op gaan inspelen natuurlijk. Ik denk de sleutel van artificial intelligence in die verbeterde klantenervaring is om een op gedrag gebaseerde benadering, een behavior-based approach, te gaan toepassen. Liefst zo real-time mogelijk. Dus je stuurt de advertenties die iemand te zien krijgt op jouw website, je stuurt die bij in functie van het gedrag dat hij de laatste seconden of minuten heeft vertoond op jouw website of op andere interactiekanalen met jouw organisatie. Zoals ik zeg, stuur dat zo real-time mogelijk bij, om ervoor te zorgen dat jouw publiek op de juiste momenten in zijn customer journey de juiste boodschappen aangereikt krijgt uiteindelijk. Nu, dat zijn heel mooie praatjes, zeg ik altijd. Ik hoop dat dat een stuk geïnspireerd heeft. Maar wat betekent dit nu in de praktijk? En daar wil ik de laatste 5 minuutjes nog mee afsluiten. Ik hou mijn tijd een beetje in het oog. Om toch even te duiden van wat hebben we nu al gedaan in de praktijk en hoe passen misschien sectorgenoten van jullie, misschien ook niet, dit vandaag al toe. Wel, Rezengo, het denk ik toch goed gekende reservatiesysteem, online reservatiesysteem, voornamelijk gebruikt in de restaurantsector, maar ook hotels en sauna's bijvoorbeeld werken ermee. Rezengo is een van onze klanten en wij werken met hun samen op 2 vlakken. Enerzijds om een recommendation engine te gaan ontwikkelen die hun klanten, de restaurantbezoekers, zeg maar, zal gaan benaderen met betere suggesties. En anderzijds ook een recommendation engine richting de restaurant-eigenaars. Dat is de andere belangrijke klantengroep toch wel van Rezengo. Om ook die groep te gaan benaderen met bepaalde aanbevelingen rond de services die zij aanbieden. Dus om dat in de praktijk eventjes te schetsen. Stel nu dat ik Rezengo elke week gebruik om een ander restaurant te boeken. Ja, dan zegt dat iets over het feit dat ik iemand ben die houdt van verrassingen, iemand die een hoge mate van serendipiteit verwacht en iemand die, die toch wel houdt van een gevarieerde keuken. Maar ik zal een heel andere aanbeveling krijgen dan mijn collega die pakweg elke maand op de tweede dinsdag met zijn vrouw naar hetzelfde restaurant gaat. Dan die persoon zal een veel gematigdere aanbeveling krijgen van die recommendation engine om eerder een gelijkaardig restaurant in een andere stad te gaan bezoeken, maar die zal zeker niet
dezelfde mate van serendipiteit kunnen verwachten van de recommendation engine van Resengo. Het andere soort recommendation engine, ik ben een restaurant in Mechelen. Resengo weet dat een bepaald gerecht heel vaak besteld wordt bij, ik zeg maar iets, restaurants die typische Franse keuken aanbieden. Als ik dan een restaurant ben dat dat gerecht nog niet op mijn kaart heeft, dan zal ik in de toekomst de aanbeveling krijgen om dat eventueel op mijn kaart te gaan toevoegen, omdat Resengo toch wel weet vanuit de populatie van gelijkaardige restaurants dat gerecht heel veel succes heeft. En dus de bedoeling is daar om echt hypergepersonaliseerde aanbevelingen te kunnen doen aan zowel de consument als de restaurant-eigenaar, dus beide klantengroepen van Resengo. Voor Unilever zijn wij artificial intelligence gaan gebruiken om een sales forecasting model te ontwikkelen. Dus wat doen wij voor Unilever? Voorspellen wij de vraag naar bepaalde producten, meer dan 700 producten, in bepaalde winkellocaties. Dus die voorspelling gebeurt winkel per winkel. Dus de voorspelling voor Hyper Carrefour Zemst bijvoorbeeld zal heel anders zijn dan de voorspelling voor de Lidl in Hoven, ik zeg maar iets. Dus daar is het ook de bedoeling uiteraard om een stukje dat klantgedrag in kaart te brengen om een zo optimaal mogelijk voorraadniveau van die producten te kunnen garanderen in fysieke winkelpunten. Dus je ziet dat ook hier die klantenervaring centraal staat en dat dat veel verder gaat dan enkel en alleen het online gedrag van een klant. Dit vind ik zelf een leuk voorbeeld. Ik ga het meteen aan jullie laten zien ook. Van hoe je een end-to-end salesproces volledig kan gaan automatiseren. Dus wat jullie nu gaan zien, is een demo-chatbot die wij ontwikkeld hebben, die gebruikt kan worden om producten te bestellen. Nu, wij zijn een AI-bedrijf, dus wij laten de sign-in-ervaring ook liefst op een zo geavanceerd mogelijke manier verlopen. Dus hier bijvoorbeeld zien jullie mijn collega Simon voor de camera zitten. Nu, die wordt niet herkend, omdat die niet gekend is als klant. Maar wanneer collega Pieter-Jan in beeld verschijnt, zien jullie van, Pieter-Jan, die wordt wel herkend. Ik ken jou als klant. En Pieter-Jan, je kan nu verder gaan met jouw gesprek in de chatbot. Pieter-Jan, for the sake of time, ga ik hier een klein beetje doorspoelen. Eens dat Pieter-Jan dan zijn adres heeft ingevuld, vertrekt er via mail een samenvatting van die bestelling naar een RPA-bot. Dat is ook een soort van robot. Die pikt die mail dan op. Dat is wat dat jullie nu zien gebeuren. Die opent de bijlagen vervolgens. En wat er dan zal gebeuren is... Oh, en dit is wat ik wou laten zien, denk ik. Voilà, de bijlagen. Wat er dan zal gebeuren is dat de RPA-bot eigenlijk heel dat order automatisch gaat verwerken. Dus... wat jullie nu zien, is de RPA-bot die wordt geactiveerd. Normaal gebeurt dit automatisch, uiteraard. En voor de demo hebben we dat eventjes in kaart gezet. Alle velden van die bestelling worden uitgelezen. De SAP-applicatie van die klant wordt geopend. De robot logt zich in, boekt het sales order in het SAP-systeem, het ERP-systeem. En zelfs het bevestigingsmailtje zal nog automatisch verzonden worden door de robot. Dat zien jullie zo meteen. Deze robot is ook in staat om een mailbox te openen en een standaard bevestiging te verzenden naar die klant. En dat is inderdaad de laatste stap van die customer journey. Nu, dit lijkt misschien een beetje science fiction en we begrijpen dat dit ook zeer ver gaat in het sales order proces. Het zal volgens ons altijd nog een stukje menselijke validatie moeten zijn. Maar het toont wel aan waar die technologie naartoe aan het gaan is. Nu, de allerlaatste case, en dat is het allerlaatste minuutje dat ik nog heb, is een case die we voor Toyota Motors Europe hebben ontwikkeld, voor de marketingdienst daar. Zij ontvangen en verwerken daar ongeveer 300.000 customer surveys per maand. Dus uit 26 verschillende Europese landen krijgen zij informatie van klantbevragingen. En om hun te helpen om dat efficiënter te doen, hebben wij een tool ontwikkeld die automatisch de onderwerpen in die customer surveys gaat analyseren en daar ook een sentiment value aan gaat koppelen. Dus we waarderen ook op welke manier, positief of negatief,
een klant over dat onderwerp spreekt. Dus bijvoorbeeld, blijkbaar bij Toyota Motors Europe zijn er een tijdje heel wat klachten geweest, liever over het boekingproces, waarschijnlijk om afspraken te boeken voor een onderhoudsbeurt, bijvoorbeeld. En we merken zelfs hier in de sentiment growth dat het sentimentwaarde daar rond nog aan het afnemen is. Dus dit vertelt aan de mensen van Toyota Motors Europe dat dit uiteraard iets is waar ze actie moeten rond ondernemen en waar echt wel iets moet rond gaan gebeuren. Ik heb geen tijd om jullie heel het interactief rapport nog toe te lichten, maar dit toont toch ook wel aan hoe je in een customer care scenario artificiële intelligentie kan gaan toepassen om efficiënter met klanten te gaan communiceren en de klantenervaring uiteindelijk ook een stukje te gaan verbeteren. Voilà, dan ben ik aan het einde gekomen van het webinar. Mijn excuses dat ik jullie een minuutje langer heb opgehouden. Dit zijn nog mijn contactgegevens, mochten jullie nog vragen hebben. Of als er nog opmerkingen zouden zijn, uiteraard steeds welkom om mij via mail of telefoon eens eventjes te contacteren. Voilà, dat was het langs mijn kant. Nu kijken jullie nog eventjes mee hoe ik het scherm ga stoppen met delen. Ziezo. Dank jullie wel allemaal voor jullie aanwezigheid. Mochten er nog vragen zijn, hoor ik het zeer graag, maar dit was het langs mij uit voor vandaag. Dus als er vragen zijn, ik ga nog heel eventjes kijken naar de publieke chat. Ik zie voorlopig geen vragen binnenkomen. Jullie kunnen de publieke chat dus gebruiken als er vragen zouden zijn ook. Voilà, Chantal, bedankt ook voor jouw aanwezigheid. Maar ik denk dat we het hierop kunnen houden. Mochten er toch nog vragen zijn, ik ben uiteraard per mail beschikbaar. Bedankt nogmaals voor jullie aanwezigheid allemaal en maak er nog een fijne werkdag van vandaag.